Hallo lieve mensen, daar zijn we weer voor het tweede deel. Van de week hebben we al een keer onze achterkant getraind. Van boven, dus het was meer de bovenrug. In combinatie natuurlijk met de biceps, heupspieren. Vandaag gaan we even verder aan onze achterkant. Pakken ook meteen de onderrug mee. En onze hamstrings. We gaan met de dynaband uiteraard gaan we deadliften. Dus dat betekent dat we een knup maken in de dynaband. Zodat er veel spanning op zit. Voeten op heupbreedte. Billen goed naar achter. Navel in trekken. Box vooruit. We houden ook wat lengte in onze benen. Dus met een lichte knik. Dus niet helemaal door onze knieën. Nee, we houden lengte in onze benen. Lichte knik. Box vooruit. En dan komen we in één beweging omhoog. Zakken weer naar beneden, billen weer naar achter en in één beweging omhoog. Armen blijven gestrekt, schouders blijven laag. Dat is het. Dus wederom 2 keer 15 herhalingen. En als het kan, maak je 3 setjes van 15 herhalingen. Gaan we ook nog even verder naar de voorkant. Nemen we ook nog even onze borst mee. Schouders en onze triceps. De dynaband doen we om een deurklink. Dat is, ik doe hem even hier doorheen. Oh ja. Steunblok in de verticale richting. Ik heb nu al wat afstand genomen, dus er staat al heel wat spanning op de dynaband. Dus dan ook op je spieren. Handen ter hoogte van je borst. Navel intrekken. Wederom, dit is een beetje naar achter voor een actievere houding. Strek onze armen uit, dat onze ellebogen licht gebogen zijn. En gaan we weer terug naar onze borst. Het kan in een 2-tellen tempo uit. Weer rustig laten vieren. Uit. En rustig laten vieren. Dieper vanuit je schouders. Maak je het natuurlijk wat lastiger. Wil je het wat veiliger doen? Hou je ellebogen gewoon in een hoek van 90 graden. En maak alleen die voorwaartse beweging. Anders, elleboog iets meer naar achter. Iets meer vanuit de schouders. Hop. Hop. Voor de fanatiekelingen kunnen we ook nog. In de lunge gaan we ook onze benen een beetje trainen. Ja. Dus dat kan zo diep als mogelijk. Maar natuurlijk ook weer iets lastiger de oefening. En als dat niet lukt, ga je gewoon iets hoger opstaan. Focus. Je ziet, ook ik moet me focussen. Tot de volgende keer maar weer. Succes ermee. Ciao.